Allemaal, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je de visgraadarmband moet maken met een monstertail. En ik ga van hier heb ik een paar leuke variaties neergelegd. Even kleine visgraadjes, niet echt grote. En ik ga jullie vandaag gewoon de simpele zwart-witte laten zien. Op de monstertail kun je de visgraad op veel verschillende manieren, maken. Je kunt veel verschillende pinnen gebruiken, want je hebt er twee nodig. Je kunt deze twee gebruiken. Twee tegenover elkaar. Schuin. Zo tegenover elkaar. Maar ik ga vandaag deze twee gebruiken. We gaan beginnen met het eerste elastiekje. Die doe je in een 8 van de ene pion naar de andere pion. Dus je zet hem op de ene pion en dan draai je hem naar de andere. Dus zie je in het midden een 8. Nu pak je je volgende elastiekje, die doe je er recht bovenop. Nu heb je er twee elastiekjes op. Bij visgraad moet je altijd zorgen dat je 3 hebt voordat je kan beginnen met haken. Dus we zetten er nog 1 bovenop. Zo, nu heb ik er 3. Wat ik nu ga doen is het onderste elastiekje er overheen, over pion heen en laat je hem los. De andere kant het onderste elastiekje over pion heen, laat je hem los. Dan doe je dit naar beneden. Pak je volgende kleur, dat is zwart. Dus zet ik er recht bovenop. Alleen het eerste elastiekje wordt gedraaid, daarna niet meer. Pak je het onderste elastiekje over pion heen, laat je hem los. Onderste elastiekje over pion heen, laat je hem los. Nu trek ik even aan deze twee witte lusjes. Zo trek ik een beetje. Pak ik mijn volgende kleur weer, wit. Zet ik er recht bovenop. Dan haak ik het onderste witte elastiekje over de pion heen, laat ik hem los. Onderste witte elastiekje over de pion heen, laat ik hem los. Dan duw ik dit naar beneden. Hoog. Ja, ik pak deze twee witte lusjes even. En hij groeit straks hier zo naar de zijkant. En het volgende elastiekje gaat er weer bovenop, zwart. Haak je het onderste zwarte elastiekje over de pion heen, laat je hem los. Het onderste elastiekje over de pion heen, laat je hem los. En ik ga het jullie nog één keer laten zien. Trek een beetje aan deze twee lusjes en duw het naar beneden. Pak je volgende kleur, is wit. Zet je er recht bovenop. Dan pak je het onderste witte elastiekje, gaat over de pion heen, laat je hem los. Andere kant het onderste witte elastiekje over de pion heen, laat je hem los. Duw ik het even naar beneden en een beetje aantrekken. En dit doe je door totdat je armband lang genoeg is. Mijn armband is al lang genoeg. Hij is helemaal doorgegroeid. En nu, wat we nu gaan doen, je ziet overal op beide pionnen 2 elastiekjes. Dan haal je bij beide pionnen het onderste elastiekje eroverheen. Dus zwart. En dat doe je aan beide kanten, zodat je nog 1 elastiekje op elke pion overhoudt. Nu pak je hier dit witte elastiekje, die zet je, val je dubbel op de andere elastiekje. En nu strek ik ze even over 2 pinnetjes. Dan pak ik een S-clipje of een C-clip, dat maakt niet zoveel uit. En die duw ik op deze 2 bandjes. Dan kan die er vanaf. En dan ga je nu met de clip naar de andere kant van de armband. Zo, en je bandje is af. Dit was de video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.